tweede workshop bij de gemeente Amsterdam. Nou, ik heb dit bedacht omdat ik merkte dat de instructies die we per mail geven, dat die niet altijd even goed werken. En dat mensen het moeilijk vinden om een instructie die je per mail stuurt om te zetten in ander gedrag. En 's middags gaan we movie trader doen. En dat is inderdaad de film interactief maken met vragen en daar een quiz van maken. Dan moeten jullie zeggen stop als je een vraag wil hebben. Oké. Welke vraag wil je gaan... Hoe oud is Bianca Ryan? Nou, goede vraag. Dacht ik ook aan. Dit is vraag A. 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar. Ja. Nou, dan kun je het zien hoe het geworden is. Dan druk je op preview en kun je zien hoe je filmpje geworden is. Nou, dan kun je daar op play drukken en dan zie je je hele instructiefilm. Nou, vervolgens zijn we de movie trader zelf gaan toepassen. Dus in het filmpje gaan toepassen met vragen en antwoorden en het waarderen van de vragen. Zodat hier straks op het callcenter de medewerkers aan de gang kunnen gaan. Ondanks dat het gebruik van het toilet bekend zou moeten zijn, laat het vaak wat te wensen over. Het was erg leuk om te doen en het is mooi werk om te zien hoe je de vraag gekoppeld krijgt aan je onderwerp. En ik ben heel benieuwd hoe zij dat straks gaan vinden op het callcenter. Die stadsdeelzoeker, gebruik stadsdeelzoeker. Nou, we hebben 1420 gebeld. Dan word ik mooi verkeerd doorverbind. Verbonden naar het verkeerde stadsdeel. Ja. Voor welke postcode en huisnummer is de vergunning aangevraagd? 1068 TG. Ik had altijd Noord en Oost in elkaar. Hoe het komt, weet ik niet. Nee, dit kan ook een interessante zijn bij andere stadsdelen, om dat inderdaad aan te kaarten hoe jullie daarmee bezig zijn hier, zodat die match beter gaat worden met de doorverbinding. Wij krijgen onze instructies via de kennisbank. Of gewoon via de mail of via de trainingen. De kennisbank is leidend. En vanuit daar zijn er allerlei belprotocollen waar wij ons aan moeten houden. De kracht, denk ik, dat juist zit in het maken van filmpjes en het ondersteunen erin. Dus dat het heel kort duurt. Dat je in een korte spanne een verhaaltje kan vertellen. En even een item eruit kan lichten die belangrijk is in je dienstverlening. De toekomst is de bedoeling dat er meerdere dingen gaan via instructiefilmpjes. En dat wel op zo'n danige kwaliteit dat... Dat die wat beter zijn dan die we nu in elkaar knutselen, zeg maar. Ik verwacht dat dat interactieve deel van het gebruik van vragen in filmpjes ervoor zorgt dat in ieder geval de informatie nog beter overkomt op mensen. Movie trader lijkt me sowieso een heel handige tool om instructiefilmpjes te maken voor agents en andere belanghebbenden om te kunnen laten zien wat wij hier doen op het callcenter. Wat een beetje gek is, want je ziet, komt je opeens in. Ik vind het mooi als je een idee hebt. Zo'n schuimpak vanaf hier. Wat bij deze postcode hoort, is Stadsdeel Nieuw-West. Nou, binnen de huidige vorm van training maken we heel veel gebruik van digitale leermiddelen. En proberen we de praktijk zoveel mogelijk na te bootsen. Om te zorgen dat ze gewoon aansluiting zo meteen vinden in hun werk. Ik denk dat ik die mooi vind. Ja. Dus ons filmpje ga ik gebruiken om te laten zien hoe wij het toilet gebruiken willen binnen het callcenter. Omdat dat vaak de wensen overlaat. Dus dat is een heel grappig filmpje geworden. En de anderen hebben filmpjes die wel te maken hebben met onze werkzaamheden. En dat gaat straks ook gewoon rondgestuurd worden. En ook met vragen erin om het wat interactiever te maken. Dan hopen we dat filmpjes wat beter bekeken worden. We hebben movie trader vragen gemaakt en ingezet. We hebben uitleg gekregen over wat de mogelijkheden allemaal zijn met movie trader. Wat ook superleuk is. En ja, ik vond het heel erg leerzaam en heel erg leuk. Ja. Het is leuk om te zien hoe ze dingen gaan vertalen en hoe ze zelf ermee bezig waren om van al die losse dingetjes een verhaal te gaan maken. En hoe je een boodschap over bent. En dat past heel goed in hoe wij denken over training binnen. Hier het callcenter, maar ook binnen de gemeente.